Slam Taxi. Welkom aan boord van de Slam Taxi. We rijden in Amsterdam. We zijn namelijk op zoek naar de Tropical House topper van de wereld, Sam Veld. We gaan hem thuis ophalen en dan ontvoeren hem heel even. Gaan we een stukje met hem rijden. Want je kunt nergens beter ouwe hoeren met elkaar dan in een auto. Ja. Goeiedag, jongen. Bonjour. Hoe is het? Alles goed? Alles bon. Ja, verdomme, een wereldster aan boord, hè. Ligt er helemaal bier en zo. Oh ja, dat ben ik zo meteen nog even met je over praten. Oh, okay. Maar, hey, tof dat je er bent. Ja. Hey, is het uniek dat wij jou nu gewoon in Amsterdam zien? Want hoe vaak ben jij thuis in een maand tijd geweest? Ja, het is toevallig, want ik heb dit weekend eventjes geblokt. Ja. Want ik heb het daar echt zo ontzettend druk met toeren, dat ik gewoon bijna een maand lang niet thuis ben. Dus ik dacht eventjes relaxen, even mijn muziek afmaken, ja, wat dingen regelen en zo. En dat sloot jullie goed bij aan. Oké. Okay. Want, kun jij in Amsterdam normaal over straat? Of word je herkend? Ja, ik denk dat ik misschien wel herken voor, maar ik denk dat Nederlanders ook wel weer zo nuchter zijn om er dan niks van te zeggen. Ja. Dus, maar als dit bijvoorbeeld, ik noem maar iets, New York of LA was geweest? Is het wel had anders? Jij 20 minuten lang selfies moeten maken met mensen? Ja, nee, Amerikanen zijn dat wel iets anders dan Nederlanders. Die willen het echt. Die zijn er wat meer direct in of zo. Die willen heel graag gewoon met je op de foto en handtekening. Maar hoe beroemd ben jij in Amerika? Op een schaal van 1 tot 10? Dat is een gekke vraag misschien. Dat is heel lastig. Ja, ik zat gisteren toevallig naast Lionel Richie in een restaurant te eten. Tuurlijk. En op die niveau ben ik nog niet. En ook op Chesto's niveau nog niet. Ja, ik weet niet, man. 1 tot 10 is lastig natuurlijk. Ik word vaak herkend. Ik word veel geboekt. Ik heb natuurlijk Ultra gestaan, Coachella gestaan. Al die grote feesten, Tomorrow World. Dus daar kennen een hoop mensen mij van. Je bent 22, hè? Ja. En je hebt al die dingen al gedaan. Ja. Ben jij niet bang dat je denkt van, nou, wat moet ik in godesnaam nog allemaal doen voor mijn 30ste? Want ik heb eigenlijk mijn hele bucketlist al gehad. Of is het niet zo? Nou ja, ik heb een hoop dingen wel af kunnen strepen, maar er blijft ook wel een hoop over. Ik zou het nog heel leuk vinden om een keer een nummer 1 hit te scoren. Dat heb ik nog nooit gedaan. En natuurlijk blijft het ook wel elk jaar weer. Kijk, wat ik vorig jaar heb gedaan en vorig jaar heb bereikt, dat is voor mij nu afgesloten. Weet je wel? En voor mij is het voor dit jaar moeten we er overheen. Of in ieder geval op datzelfde niveau. Dus dat blijft toch wel een beetje een uitdaging. En ik denk in de DJ- en producerwereld dat je. Dat die heel vluchtig is, weet je wel. Als je jezelf niet vernieuwt, zowel in je show als in je muziek, dan gaat het ook weer snel bergafwaarts. Ja. Bijvoorbeeld een artiesten die 10 jaar geleden heel populair waren, zijn dat nu misschien niet. Of wel, als ze het echt goed gedaan hebben. Dus dat blijft toch wel die uitdaging. Ik vind jij best wel nuchter inderdaad. Ja, nuchter. Nou ja, ik denk ook wel eens een biertje. Ja, ja, daarover gesproken. Ja. Als jij kijkt in jouw ding daar rechts. Vakkundig afgeplakt. Ja, want ik heb ook, dan moet ik even kijken, ik mezelf niet in die tunnelmuur boor hier. Maar kijk, ik heb een ding bij me, die hele auto meurt naar kip. Oh, lekker. Maar dat komt omdat ik gezien heb dat jij met een aantal van jouw collega's / vrienden, één keer in de maand of zo, doe jij een kip- en bieravond. Ja, dat klopt, proberen we echt te doen, ja, regelmatig. Wat gebeurt er, naast dat je kip vreet en bier drinkt, wat gebeurt er dan op zo'n... Wie zijn daarbij bijvoorbeeld? Het is een leuk groepje. We hebben op een gegeven moment kwamen we er eigenlijk achter dat we met een hoop DJ's toch in Amsterdam woonden. Ja. En dat is natuurlijk, als je eenmaal van toeren terugkomt, kan dat best wel een beetje, ik zou niet zeggen eenzaam, nee, maar je hebt weinig mensen om je heen die op dezelfde manier leven, snap je? Ja. Dus andere mensen die gaan gewoon naar hun werk, 9 tot 5, weet je wel, in het weekend waar jij aan het werk bent, zijn zij vrij en andersom. Ja. Ja. Dus we vonden het wel leuk om met een groepje DJ's wat vaker af te spreken en gewoon simpelweg gewoon even beach te doen en een kip te eten. En dat is er een beetje zo ingegroeid. En dat is ongeveer een jaartje geleden, 1,5 jaar geleden, hebben we het voor de eerste keer gedaan. Nu proberen we dat wel elke maand eventjes te doen. Soms is een hele groep erbij, soms een paar, maar het is altijd gezellig. En is dat dan bij iemand thuis of huur je dan gewoon een kroeg af? Nee, dat niet eens. Meestal zijn we met een stuk of 15 man, dan bestellen we gewoon een tafel bij de bierfabriek of zo. Dat is ook mooi. Ja. Je tap op tafel, dus ja, dat is wel leuk. Nou, kun je toch proberen om er meer liter in te krijgen dan de vorige keer. Nee, dus dat is leuk. En dan we hebben het een beetje over muziek, ook een, of van alles eigenlijk. Het is gewoon een groep vrienden die met elkaar wat gaan eten. Ja. Doe de ramen eens open. Ja. Lukt het tegen die auto aan, denk je? Raak! Oké. Hartstikke leuk, zo'n kip en bieravond. Ja, maar dat is natuurlijk niet te verstaan. Wel met kwaliteit. Kwaliteit kip. Nou ja, KFC zijn we nog nooit heen geweest. Oké, okay, nou dat is wel na vandaag ook niet meer gebeurd. Het is tot tijd voor bier eigenlijk. Nee, het is kort ook wel over 1. Nou joh, dit is, in een andere tijdzone is het nu vast en zeker boven. Dit is een Fanta.
Ja? Heb je dat gezien? Ja. Het is Fanta. Fanta. Ja. Drink jij tijdens je optredens uit of niet? Ga je dan lekkerder, zit je er dan lekker in? Dan wil je even de smaak uit, jongen? Dit kan echt niet uitgezonden worden. Zet ik dat erin met de blik bier en zo. Nee, ik drink gewoon voor mijn show. Ja. Drink wel wat. Gewoon eventjes om wat meer in die flow te komen. Ja. Een twee of drie drankjes hangt een beetje vanaf ook hoe lang ik van tevoren ben. Soms dan, bijvoorbeeld Coachella was ik er 5 minuten van tevoren, weet je, de file. Dat is even spannend en dan ga ik natuurlijk nuchter het podium. Precies dat ik dan nog in die 5 minuten heb. Die flesje zegt, ja, precies. Ja, als het de tijd voor is en de mood is er een beetje na, dan drink ik wel wat. Tijdens mijn optreden niet zo heel veel, want dan moet ik plossen. Oh, dat lijkt me ook kut, ja. Ja, zeker als je dan nog weet ik niet. Dat is wel een goede vraag. Hoe los je dat op? Ik kan me niet voorstellen dat er geen enkele DJ is die nooit even moet pissen tijdens een set. Is dat dan gewoon in een flesje onder de tafel, of niet? Ja, ik heb het zelfs een keer gezien. Ik weet niet of dat de bedoeling is dat ik dit vertel, maar je mag het gewoon, alles. Ik ga het gewoon vertellen. Ik was een keer met Thomas Jack in Barcelona. Ja. En was hij daar aan het draaien. Ik draaide voor hem. Alleen na een uur, hij trok het gewoon niet meer. Hij moest 2 uur draaien. Ja. En hij naar zijn tourmanager, ja, kan ik even pissen? Tourmanager, nee, dit is een show. Je moet gewoon op het podium blijven. Dus toen is hij net te zang. Ja, je moet wat? Het was gelukkig een gesloten boer, dus niemand zag het. Maar ik stond al eens van achter te bekijken. Ik dacht, het is echt vreemd. Anyway. Ja. Iets totaal anders als de muziek aankomt. Vier jaar nog carnaval eigenlijk, of heb je dat nooit gedaan? Dat is brabant. Ik heb dat gematigd gedaan en dat doe ik nog steeds als het kan. Ja. Dus ik ben nooit iemand geweest die zijn alle dagen van de week carnaval ging vieren. Maar altijd 1 of 2 dagen eventjes, dan weet ik, voor de optocht kijken naar de kroeg en dat vind ik wel leuk. Dus wel, ik ben wat dat betreft ben ik wel echt een Brabander. Okay. Alleen op een gegeven moment heb ik ook wel genoeg van. Dus als ik nou dit doe. Ik zie je blij van of niet? Ik vind het leuk, maar er moet wel meer bier in. Nou. Jawel, vrienden! Schatje, mag ik je foto? Heb je een foto voor mij? Nou, je zit er lekker in. Schatje, mag ik je foto? En doe er ook je nummer bij. Ja, dat is de carnaval met je. Ja, oh, je remmen laat je gaan. Ja, de remmen ga je los. Ik begreep eigenlijk van Madeleine, jouw manager, dat je eigenlijk jezelf overal tegenaan bemoeit als het gaat om Samvel. Nou, in de goede zin van het woord, maar dat je wel heel erg bezig bent met ook niet alleen de muziek, maar ook alles eromheen, inderdaad, video's, de businesskant. Ja, maar ik kom uit de reclamewereld. Ik heb dat gestudeerd. Ik heb een soort van marketing, branding opleiding gedaan. Ik heb ook jarenlang een reclamebureau gehad. Een tijdje met 2 anderen, ook een tijdje alleen. Ik heb altijd heel veel ontworpen en zo. Ik heb een video geëdit, weet je wel, voor Omroep Brabant. Omroep Brabant. Ja, dus vanaf heel jong ben ik eigenlijk al bezig geweest met grafisch ontwerp en alles daaromheen. Ja. Dus ja, nu dat een beetje zich vertaalt in het draaien, vind ik het ook wel fijn om daar nog een beetje vinger in de pap te hebben. Ja, zeg maar. Ja. Dus ja, ik ben heel erg betrokken bij mijn videoclips, mijn branding, mijn huisstijl. Alles wat er omheen zit eigenlijk. Hey, en je bent nu even in Nederland dan? Ja. Wanneer moet je weer de hort op? Ik heb nu dus even rust. Ik heb een weekendje eventjes geblokt. Mm-hmm. Ik pak het even bij. Ja, nee, daarom. Dus, ik kan even... Doe even, want je gaat een Europese tour doen. Ja. Doe even het lijstje met landen. Ja. Wat jij allemaal Ierland, aan... Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Malta, Spanje, Zweden, Nederland, België, Hongarije, Oostenrijk, Portugal, Servië, Spanje, Noorwegen, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Kroatië, Spanje, Polen, Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Engeland, Ierland. Dat is een beetje juli. Jij maakt ook niks mee, ook niet, hè? Nee. Ongekend. Ik kom nooit tegen. 37 shows in 35 dagen, toch? Ja, so far. Ongekend. Ja. Nou, wordt het niet onderhand eens tijd voor de Samveld Private Jet dan? Wie weet. Nee, zolang het allemaal gewoon lekker met lijnvluchten te doen blijft, vind ik het eigenlijk wel prima. Ik bedoel, ik heb ook wel het idee dat zodra je eenmaal aan zoiets gaat wennen, dan wil je ook niet meer zonder. Ja. En dat ik ook wel een beetje, ik heb de laatste paar keer business class gevlogen. Ja. En toen dat lijkt me zo heerlijk. Ja, toen had ik eigenlijk, zeker omdat je altijd gewend bent om economy te vliegen en dan zit je een keer business class en denk je, wow, dit is echt veel relaxer. Ja, dus ik kan gewoon lekker mijn bedje plat leggen, lekker slapen, lekker eten. Hou eten. Op met me. Dus ik heb het gevoel als ik dan eenmaal die private jet een keer probeer, dat het dan ook het normale hek van het schaap van het hek. Het schaap van het hek van het dam van de kogeldoeker. Anyway.
Ja, dus ik probeer dat een beetje uit te stellen. Het is ook niet nodig nu. Ik bedoel, ik kan dit schema gewoon met lijnvluchten doen. En als het een keer voorkomt dat ik in 3 landen 3 shows op 1 dag moet doen, dan is het nodig. En dan kan ik het ook verantwoorden voor mezelf. Ja, van ja, dit moeten we doen. Daar zijn we weer. Ik ben weer thuis. Bier is op. Ja. De kip is niet op. Nee, maar die flikker ik wel ergens. Die flikker ik wel ergens weg onderweg. Hey. Jongen, bedankt. Jij bedankt. Succes met alles. Slam Taxi.